Goedendag mensen en welkom terug. Welkom terug bij mij in de woestijn van Scorched Earth. Oh yeah, ik ben Kletsie en we gaan tegenaan vandaag. Eergisteren, de laatste aflevering, hebben wij getemd onze oeberwolven. Super blij mee, die we gewoon toevallig tegenkwamen. Zo zie je me weer. Ark. In Ark, je kunt niet zeggen ik ga dat en dat doen, want het loopt altijd weer anders. Het is maar net wat je tegenkomt. Als je zegt, oh yeah, we gaan wolven temmen, vind je geen high level wolf. Ben je uren aan het zoeken? Ben je van plan om iets te gaan bouwen? Vind je high level wolven. Eerst, ik irriteer mij eraan hoe donker of dat het hier is. Kunnen wij lampen maken? Lamp. Er is een S+ lamp waar ik echt heel dol op ben. Die. Wat zijn we daarvoor nodig? Omnidirectional lamp. Wat zijn we daarvoor nodig? Standing torch. Oké. Torch. Standing torch. Nice. Lamp. Cool. Omnidirectional. Boom. De multilamp. Dan zouden we die hierin moeten kunnen maken. Even refreshen. Electrical. Oh yeah. Multilamp. Die zijn we nodig. Daarnaast, wat zijn we nog meer nodig? Oh, S+ heeft ook een wind turbine. Oké. Die zijn wij ook nodig. Die zijn we gewoon hard nodig. Ik ben nog even de laatste dingetjes aan het klaarmaken om te kunnen beginnen met waar wij graag mee willen beginnen. Die zijn wij nodig. Gaan we die gebruiken? Hebben we daar nog wat van eigenlijk? Cable. Hebben we niks meer van? Echt niet? Vast wel. Jawel toch. Vorige keer heb ik toch veel te veel gemaakt. Die. Dat is een lege crafting station. Die. Nee, dat zou wel eens een beetje genoeg moeten zijn. Zijn we alleen nog een junction box zijn we nodig? Junction box. Heb ik die niet geleerd of is die er niet van S+? Typ ik het weer verkeerd. Waarschijnlijk typ ik het weer verkeerd. Electrical outlet. Geen wood. Damn. Ik weet niet of we überhaupt nog een wood hebben. Wood. In ieder geval niet veel meer. Gelukkig heeft Sam nog een beetje gevormd voor ons. Daar zijn we er nog even eentje van nodig. Waar we voor die ook nog even een paar extra pakken. Die hadden we al gemaakt. Dus even alle spullen pakken wat we nodig zijn. Want eerst gaan we verlichting hier maken. En dan gaan we eens even ergens anders heen. Oftewel helemaal naar de andere kant van de map. Zoals het jullie vast wel opgevallen is, ik ben de laatste tijd wat vaker alleen. Ik vergeet hier nog weer iets. Die foundations. Wauw, waarom krijg ik nou weer dik? Maar die foundations, yeah, die zijn we nodig. En ik ben wel vaker alleen. Dus, ik heb een beetje problemen met het uitbroeden. Hoe duur ben jij? Extreem duur. Hoe duur is de fuel eigenlijk voor die dingen? Wat is dit voor flamethrower ammo? Volgens mij heb ik gisteren nog zo'n ding geloot. Blueprint, ramshackle, flamethrower. Wauw, die dingen zijn allemaal duur. Oké, daar gaan we een andere keer mee spelen. Eerst zijn we elektronica nodig. Ik denk dat we veel al wel wat bij ons hebben. En dat hebben wij. Laten we eens even ons lampje gaan plaatsen. Dat lampje is erg fel, dus ik hoop dat we aan één genoeg hebben. Dan zat ik te denken, als we het nou gewoon hier doen. Ik heb alleen geen idee of die dan gepowered is. Hij is powered. We kunnen er niet bij om hem aan te zetten. Holy damn. Moeten we dan echt een dino hier naar binnen rijden om daarbij te kunnen? Welke dino past eigenlijk naar binnen? Archie, maar Archie kunnen we niet opstaan. Jasper. Ik denk dat... heet hij nog wel Jasper? Ik heb geen idee meer. Nee, Jasper is dood gegaan, denk ik. Nee. Jasper leeft nog. Onze Morella Tops. Onze Camel Zauer. Move closer to right. Ja, we hebben je op een berg geparkeerd, dus we kunnen niet zo makkelijk closer. Moven. Go. Heel veel hier. Wat gaan we dan deze rock moeten doen? Ik irriteer me best wel aan die rock midden in onze base. Oh yeah. Ook hebben jullie vast wel gezien dat ik nog wat extra... ga je dit nou menen? Ga je dit nou serieus menen? Oké. Jullie zitten nou allemaal waarschijnlijk knijteraar te lachen of zo. Een camelzoor kan niet naar binnen. Waarom een T-Rex wel en een camelzoor niet? Dat vraag ik me dan wel weer af. Oké, dan gaan we wel. Nerdpool omhoog, Jasper. Laat me eruit. Oké, dank je. Dan gaan we wel Nerdpool naar boven toe doen of zoiets. Nerdpool was in een andere game.
Laten we ook even wat drinken, want hij kreunt en steunt weer een beetje. Dat het volgens hem het leven zo zwaar is. Oké. Doe nog iets. Nee, helemaal niks meer. Ik denk dat ik alles mee heb genomen. Hebben we hier nog wat? Ramp. Ja, dat werkt. Hebben we ook nog iets van een wall? Doorframe, wall, doorframe. Oeh, hele lading elektronics hier. Nice. Nog wat waterpijpen. Hier zag ik een deur. Oh, yeah, doorframe. Oké, nice. You are encumbered. Ja, ik had zo niet alle 21 nodig, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja, yep. Oké. Kunnen we hem nou aanzetten? Nee, inventory too heavy to jump. Natuurlijk. Natuurlijk, zal ook weer niet. Ga je eens weg. Op rotten met die rommel. Op rotten met die rommel. Ik wil gewoon even een lampje aandoen. Oh ja. Dit is heel en heel erg veel beter. Heb ik nog ergens zo'n demo kun? Ik heb nog ergens zo'n demo kun. Nice. Nice. Maar, wij gaan. Dus eens even wat bouwen. Dat is eigenlijk mijn planning. Dat was eigenlijk mijn planning al de vorige aflevering. Toen kwamen wij die oebegave teams allemaal tegen. Wij gaan wat bouwen, zodat wij hopelijk werkt dat allemaal. Maar nee, we gaan met Sabrina. Ik had graag met Morphatron gegaan, maar laten we maar met Sabrina gaan. Want die is nog wat leveltjes nodig. Dan kunnen we dat misschien nog even daar wat farmen. En deze Morella tops. Je staat in de weg, jongen. Je staat nogal in de weg, meisje. Oké, we kunnen er langs. Mooi. Yeah, het is gelukt. Oké, Sabrina. Sabrina die is nog net een paar leveltjes nodig. En ze is te dik. Oh, wauw. Die poep is allemaal nog goed. Oh, ideaal. Maar je bent te dik. Sabrina, je bent te dik om mij te kunnen tillen. Laten we al die junkies even weggooien. Oeh, wauw. Nou kunnen we nog niet vliegen. Oh my. Oh, meen je dat? Zullen we met Morphatron moeten? Nee, we gaan er wel redden. Het duurt gewoon wel langer. We gaan er gewoon redden. Dan kan ik met Sabrina toch nog even een leveltje of 2 farmen. Want qua movement speed, we zijn zo dichtbij. 185 is minimum. 182,5 is on the edge. Dat zou net kunnen. Maar jullie kennen mij. Ik maak iets te vaak foutjes terwijl ik aan het vluchten ben voor Wyverns. En dan zit ik weer te kijken. En omdat ik weer wat mooi zie, ben ik weer afgeleid. En dan ben je dood. Het liefste haal ik gewoon die 200% movement speed. Darn, it, dat duurt lang. Oh ja, ik weet het niet meer. Daar ergens moeten we volgens mij heen. Ik geef het erheen vliegen, kijken of ik nog wat levels kan farmen onderweg. En ik denk dat we er weer terug zijn tegen die tijd dat wij daar zijn, dames en heren. En ik heb natuurlijk al wat voorbereidingen gedaan. En ik hoop dat dat er nog staat, aangezien wij gisteren toch wel erg lang afgeleid zijn geweest met de andere dino-teams. Eergisteren. Wauw, de tijd vliegt voorbij. Het zal met de kerst te maken hebben dat ik een beetje in de war ben met wanneer nou wat was. Oh yeah, wij gaan die kant op en we zijn er zo. Oh. Welk level is die? Kijkglaas, is best wel handig. Yeah, kijkglaas. Welk level is die aanschier? Ik wil hier best wel aanschier temmen. No pro. Ah, really? Really? En jij dan? Oh, dat was geen eens een aanschier? Ja, dat was wel een aanschier. Wauw, 24. Oh my days. Oebelo. Houd onze ogen open, jongens, want wij zijn natuurlijk nog wel op zoek naar een fatsoenlijk level. Aanschien. Raptortje. In de middel van een woestijn heb ik hier, vrij random, een foundation en een crafting station staan. Wij zijn hier bij de Wyvern Alley, Kelly ding. En natuurlijk hebben we last van Arthroplura. Oké, dus duidelijk. Het is Arthroplura. Ja, taal is ooit is mijn allergoeiste vak geweest. Oh nee, absoluut niet. Alles behalve. Oh yeah, maar we gaan hier eens even bouwen aan een Wyvern Milking Cage. Dat is wat we gaan doen. Dat had ik eerder al willen doen, maar dat gaan we nou toch eens even doen. En ik bedenk me net dat deze Arthroplura hier ook weg moet. Maar die gaan we niet meer doodmaken. Man, wat kunnen die dingen en damage hebben. Aan de andere kant, Sabrina, die kan het leveltje nog wel gebruiken. Wat is die? Level 64. Holy damn. Het valt niet mee om hier iets te levelen. Ik heb met Lord Rexy ook wat proberen te levelen. En op zich, dat gaat goed. Ik krijg alles in no time dood. Geen probleem.
Maar er is gewoon zo weinig. Ik ben grotendeels van de tijd aan het lopen en ik verpruts ook meer van mijn stamina aan het zoeken naar het volgende doelwit. Als überhaupt dat ik echt daadwerkelijk mijn stamina gebruik voor het vechten. Holy damn ding, ga dood. Dit is wat ik bedoel, moet je kijken. En dan hebben we 300% melee damage. Dus, wauw, dat doen we 180 damage per hit. Oké, dat is niet erg veel, maar voor een archie is, volgens mij is 100% is 60 damage. Zo, uit mijn hoofd. Uit mijn hoofd weet ik natuurlijk ook niet helemaal zeker. Oké, dat is de dode Arteplura. En het is hier echt wel bloody hard. Wat zijn we nodig? Laten we eens die elektronica allemaal maar even wegstoppen. Ik heb hier, ik hoop dat ik genoeg dingen allemaal heb gemaakt. Dat hoop ik gewoon. Ik weet het gewoon niet zeker. Ik weet het gewoon echt niet zeker. Ik heb in mijn hoofd een beetje berekening gemaakt. En er is niet één perfecte manier om dit te doen. Er is wel ongeveer een manier om het te doen. Zeg maar. Het is wel een van de makkelijke manieren om het te doen. Laten we het zo zeggen. En volgens mij wil ik zo ongeveer hier ergens beginnen. Hierna wordt het helemaal tricky. En dan denk ik hier ergens in het midden. Zoiets. Gelukkig hebben we S+. Laten we daarop houden. Zo, we willen ongeveer die kant op. Oké, nice. En dan gaan we 1, 2... maken we hier ook weer rij in het midden? Ik denk het wel. Kunnen we ook 2 die kant op of niet? 1. Die snapt eronder. Oh, volgens mij snapte die eraan. Volgens mij snapt die er heel even aan. Ja. Oh, sweet. Nice. En dan moeten wij volgens mij... elke foundation krijgen. Voor mij heeft hij wel stackable foundations. Kijk, dus zo zou altijd kunnen. Maar wat gebeurt er dan als we die onderste weghalen? Oh, nice. Oh, damn. S+, wat hou ik van jou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ho. Hier komen we dan alweer niet zo mooi uit. Omdat hier natuurlijk... en we moeten best nog wel een stuk verder deze kant op. Als dat dan allemaal eronder komt. Maar aan de andere kant... Moet kunnen. Alleen... dan waren we nog maar op 12. En ik wil hem graag 13 lang hebben. Dus kunnen we dit nog 1 die kant op verlengen. Natuurlijk gaat hij hier moeilijk doen. Ook dat is mogelijk. Oh yeah. Dan kan die foundation weer weg. En die kan weg. Ik weet niet of ik het helemaal goed doe nou. Nee. Hier moet er nog één. Heb ik die niet net geplaatst? Ja. Eigenlijk moet er nog eentje naast. Ik weet niet of dat... Bijna naar beneden. Oké. Okay. Ja. Nice. En doen we daar dan nog eentje naast. Nice. En we krijgen nou al last van een heatstroke. En dan is die nou dus 13 lang. Dan moeten we hier natuurlijk ook gewoon... oh, wauw. Dit wordt tricky. Ja, dit gaat top. Oh, wauw. Oké, nice. Ik denk wel dat we genoeg spullen bij ons hebben. Hoop ik. Mijn wiskunde was vroeger beter dan dat het nu is. Absoluut, veel beter dan dat het nu is. Ik zou dit weer in een speedy update kunnen doen. Maar ik zal even een klein beetje uitleggen wat of dat wij doen. En ik ben al dehydrated. Ik moet niet zoveel rennen. Ook daar zouden we iets voor kunnen maken wat ons daar immens bij moet helpen. Maar dit wordt zeg maar de kooi. Dit wordt de buitenste randen. Hier gaan de behemoth gate komen. En dan kunnen de wyverns er zo in vliegen. En wij kunnen er zo uit vliegen. Oh yeah. Dan gaan we 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, wow. Doe die eens weg. 9, 10, 11, 12, 13, 14, tellen met kletsie, 15, damn it. 16, 17, 18, 19, geen 20 meer. What's going on?
20. Oh yeah. Als er dus in onze kooi een Wyvern zit, of het nou een Lightning, een Fire of een Poison Wyvern is, dan kun je op deze foundation, moet je natuurlijk niet op de voorste rand gaan staan, maar op deze foundation staan. En dan kunnen ze je nooit of te nimmer raken. Gaan we hier nog even, we hebben nog foundations zat. We hebben foundations zat. En die heatstroke begint al vrij vervelend te worden, om eerlijk te zijn. Hier doen we dan nog even zo. Hebben we nog wat Adobe Foundations bij ons volgens mij. Doe die zijn we weg. Hier nog een paar Adobe Foundations. Die gaan we eens even plaatsen. Maar we bouwen hier ook meteen even een huisje. Niks bijzonders. Gewoon even een plekje om dingen zoals de heatstrook te kunnen doorstaan. Oh yeah. Nice. Nice, lading van die, lading van die, Oh, you are encumbered. Waarom verbaart dat me weer helemaal niks? Zoveel zijn we niet nodig, zoveel zijn we niet nodig. Dat is meer en meer dan genoeg. 2, 3, 4. Oké, hier kan ik nog lopen. Oh ja, yeah. no prop. Ik kan hier alleen niet zo heel best op komen. Ook daar zullen we iets aan moeten gaan doen. Ik had nog het windows over van onze wallbeeld en de rest van het materiaal. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Ik had nog het windows over van onze previous builds. En ik dacht, nee, die gebruiken we wel. Onderaan heb ik dan liever walls. Oh, die heb ik al natuurlijk hier. Gebruik dit wordt walls. Dit is om onszelf een beetje veilig te houden. Laten we daarop houden. Dan gaan we hier eens even ceilings in kwakken. Oh, keer de knop. Die zit hier natuurlijk wel altijd een beetje met wyverns, maar volgens mij vernietigen wyverns geen Adobe structures. Dacht ik, in ieder geval. Oh, is dat zo? Wil die window er dan niet onder snappen? Oké. Halen we die weg. En die, want die staan gewoon verkeerd om. Dat is al helder of beter. Oh yeah, deurtje erin. Die en die, en ook wil ik die erin maken en die eraan vast. Deurtje erin. Oh, oh, auto open. Oh, S+, I love you so. En als het goed is gaat nou onze heatstroke ook wel weer wat naar beneden. Nee, toe, gewoon daar. Verder heb ik nog niks meegenomen voor in huis. In zoverre niet echt iets qua inrichting, bedden of zulke dingen. Bed zou eigenlijk best nog wel een heel goed idee kunnen zijn. Misschien als we ooit eens een Archie over hebben. Wat ik me nog niet helemaal kan voorstellen. Aangezien goede Archies vinden. Goed level dino's vinden op deze map is gewoon niet het makkelijkste. Go. Hoog is nog iets ook al. En nee, ik geef hier niks om. 22% is te doen. Ik geef hier verder niet zo heel veel om. Om hoe of dat het spul allemaal gesnapt is en dat soort dingen. Oh wauw, dat lijkt best wel lelijk zo'n hedge frame in zo'n Adobe roof. En oh, die zijn natuurlijk gesnapt aan de ceiling. Dat is alleen maar goed, want anders had ik weer niet door de deur heen gekund. Oké, geen bijzonder huisje, maar het is een huisje nonetheless. Pick up Adobe window. En wauw, wat ben ik alweer een tijd aan. Lullen, wat gaat het hard. Wat gaat die tijd ook weer ongelooflijk hard. Nou hebben wij hier medium. Holy damn, dat meen je niet. Ha, damn, dat had geen medium moeten zijn. Dat had small moeten zijn. Daarom gingen mijn mats zo verschrikkelijk hard. Medium is 3. Deze zijn 5. Dus dat wordt 10. Dan wordt die 13 in plaats van 12. Damn, dat was eigenlijk net niet helemaal de bedoeling. Oh, ik heb ook geen behemoth cape bij me. Dus ik moet daar sowieso nog even weer heen en weer. Hoeveel van die pillen kan ik eigenlijk dragen? Van die? Ga ik eerst met de medium. Oh, ik kan beter met de medium beginnen, denk ik. En zoiets. Zoiets. Kan ik dit dragen? Net. Maar net. Dit kan hier allemaal wel even in. Op zich. Zo, dan ben ik iets lichter. Oké, go. Damn, zijn we nog rems nodig? Ja, we zijn nog rems nodig. Of nog wat extra foundations, dan leggen we er gewoon nog een foundation base achter. Maar hier komt de Behemoth Cave die ik natuurlijk net weer terug heb gegooid in die S+ crafting station. Wat ik niet aan moet doen, maar shit happens. Is gebeurd, kunnen we niks meer aan doen. Is dit de medium? Moet wel even
Nee, dat is de large. Oké, dan is dit de medium. Ja, dit lijkt mij wel wat op de medium. En we zouden het natuurlijk ook gewoon op de hoeken kunnen doen. Misschien besparen we daar wel wat medium uit. En nu is die dan dus 3 plus 5 is die 8 hoog. Dus dan moet er nog een 3 op. Nee, dan wordt die maar 11. Oh, dammit. Dat wordt nog tricky ook. Maar wij gaan dus zo overal wat pillars plaatsen. En als het goed is hier tussendoor. Een wyvern die past niet tussen een opening van 2 door. Als dat wel zo is, bouwen we extra pillars. Gaan we er tussenin ook nog pillars zetten. Ik hoop in ieder geval dat hij dat niet gaat redden. Nee, ik ga het er anders doen. Ik ga ze in het midden zetten. Dat lijkt mij beter. En wat is S Plus? Freaking ideaal om nou dit mee te doen. Als je zo hoog pillars zou moeten bouwen met een pillar die maar 1 hoog is. En elkaar moet overlappen en dat soort dingen allemaal. Ik ga ze toch hier plaatsen, want dan komt het beter uit. Oh yeah, S Plus, you are the man. Boom, daar bouwen wij even pillars van 13 hoog. Zo even, boom, no problem. Ik weet ook niet of ik genoeg pillars bij me heb. Ik heb ook niet zo heel goed uitgerekend. Ik heb het allemaal een beetje in mijn hoofd uitgerekend. Een beetje gepland. Ik heb niet getest. Ik test overigens nooit waar. Ik krijg wel eens de vraag. Ja, ga je dan ook eerst in een cheaty world? En cheat je alles in om te kijken of het werkt? Nee jongens. Ik doe dit gewoon zo. Boom. Let's go. Laten we gaan. Laten we proberen. Laten we het gaan doen. Dat is mijn stijl. Dat is hoe ik rol. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toch vaak wel van mening ben dat de mooiste resultaten geeft. Dat geeft gewoon de mooiste resultaten. Vaak doe ik wel een beetje inspiratie op YouTube. Maar ik probeer ook niet daar heel erg naar te kijken. Dit is heel geïnspireerd op Chicken Bone's een ontwerp. Chicken Bone is een Nederlander die in het Engels zeer goed doet op YouTube. Ik zou hem echt gewoon eens checken, mensen. Ik zou hem gewoon even checken. Wij hebben te weinig van die large stone pillars. Ja, zeker weten. 2, 4. Alleen hier zijn we er al 8 nodig. Dus dan hebben we nog 1 rij helemaal leeg. Misschien heb ik back and pace wel wat laten liggen. En ik heb ook niet zo heel goed gecheckt. Ik ga deze pillars even bouwen en dan zijn wij er zo weer. Waar ik voor vreesde is gebeurd, dames en heren. Een lightning wyvern, die kwam naar ons toe. Daar vliegt hij, de schuldige, volgens mij, denk ik. Nee, want ik ben op de verkeerde plek. Ook dat is goed mogelijk, dat ik gewoon op de verkeerde plek ben. Ja, ik ben verkeerd. Maar, een lightning wyvern vloog naar ons toe. Ik ren naar Sabrina, ik mount, ik wil wegvliegen. Maar we waren te traag. We waren gewoon te traag om enigszins weg te komen. En dat is denk ik de schuldige. Die daar is denk ik de schuldige. Dus daaronder zullen ook ergens onze tasjes liggen. Denk ik. Ik heb het niet zo heel goed op kunnen slaan. Maar ik zit hier nou op mijn blote kont. Op Marfatron. Oh. Oh, wauw. Waar zijn onze spullen? Maar, Sabrina was er nog niet klaar voor. Ik wist het. Ik had Sabrina niet mee moeten nemen. Ja, daar zie ik een tasje onder die lightning wyvern. Laten we wegvliegen. Stamina regenen. En hopen dat we onze spullen terug kunnen krijgen. Wel heb ik in tijd nog even een... Oh, deep sea loot crate. Heb ik nog even een aantal pillars kunnen maken. Deep sea loot crate in het midden. In het midden van de woestijn. Oh, yeah. Oh, no bad hombres in de buurt. Het is wel midden in een onweerstorm. En een onweerstorm maken baal. Dat hoort erbij. Blueprint Mastercraft Sword. Goud mount, ik ben naakt. Cool. Oké, dat is gelukt. Gaat die Lightning Wyvern ook onze spullen nog een keer met rust laten? Of hoe zit dat? Holy damn, daar was die lightning. In het midden. In het midden van het beeld. Dit ziet er wel vet uit. Holy damn. Ik ga proberen de spullen terug te pakken. Want, ja, zijn wij nodig, denk ik. Oké, Lightning Wyvern. Oh, draait hij alweer om. Ik zie ons tasje daar liggen. Maar ik vind het nog heel erg eng. Darn, Wyverns. Darn it. Oh, en die onweerstorm die zorgt niet voor een mooi beeld. Oké, hij komt terug. Land daar, homie. Land daar. Ik denk dat dit ons tasje is, ik hoop het. Tik overal mijn inventory. Dit was die van Sabrina. En nou zijn wij burdened. Waar is die van mij? Waar is mijn tasje? Mijn lijk. Mijn spullen. Ik had niet heel veel meer bij me, want ik had net alles afgezet in de crafting table. Holy damn, ik zie mijn tasje niet liggen. Ik zoek nog even mijn tasje en BRB's. Oh yeah, nog gauw, even tussendoor. Ik kan mijn tasje nergens weer vinden, gewoon echt nergens kan ik mijn tasje weer vinden.
Holy damn. Wel een level 4 Dung Beetle. Die gaan we nodig zijn. Boom. Accept. Go. Nice. Kom hier. Mount Morphatron. Nice, nice, nice. Maar nee, mijn tasje is denk ik echt verdwenen. Ik heb hier heel goed gezocht. Laten we hopen dat we grotendeels in onze crafting station hadden gegooid. En nadeel is wel, ik had hier al zo'n last van de warmte. En dat wordt nu alleen maar erger natuurlijk. Alleen maar erger. Dan heb ik wat rams mee. Rams. Oh, wauw. Hebben we ook geen gun meer om de boel makkelijk op te pakken. Ik vond daar ook silica pearls. Ik wist gewoon echt niet dat de silica pearls midden in de woestijn te vinden waren. Oh, damn, die bestjes kan beter houden. Want ik heb natuurlijk ook geen eten meer. Die zet ik op Morphatron. Die zijn we nodig. Dit is junk. Dat kan weg. Dat krijgen wij helaas vaak genoeg. Oké, kom. Ik heb hier een klein stukje uitgebreid. Boom, mooie ramp. Naast onze Adobe Structure. Dung Beetle. Blijf jij maar hier. Blijf jij maar hier. No problemo. Oké, ik heb daar net een mantis weggehaald en er loopt er alweer eentje. Wauw, dit Pathfinder die dingen terug ofzo. Allemaal keutels. Die kan ik beter wel in die Dung Beetle stappen met tomaat. Dat kan later wel. Dat is voor latere zorg. Deze aflevering duurt inmiddels alweer insane lang. Oké. Wauw, volgens mij draai ik helemaal door. Helemaal door. Ik zag hier toch net echt een mantis toen ik deze kant op keek. Gelukkig wordt het nacht, hebben we iets minder last van de hitte. Houd wel in dat we snel verder moeten. Oh, wauw, volgens mij had ik mijn bier met cake bij me. Nou ja, we moeten toch terug maats ophalen. Of maats gear ophalen. Go. Yeah, nice. Oké. Ik had nog een paar extra ramps bij me. Ik weet niet eens of we die echt ergens gaan gebruiken. Die ene ramp die fungeert goed. Boom, homie, land. Holy damn, wat kan dit spel je soms verschrikkelijk irriteren. Oh nee, oh. Oh my day. Hierom had ik een artje bij me. En nu, kijk dan, nu loopt daar toch zeker weten weer een mantis. Oh. Dit is een ninja mantis. Een ninja mantis zeg ik je. Ik ga gear ophalen. Ik ga spullen ophalen. Holy. Darn it. Nee, want ik heb die balmassa nog bij me. Die ga ik dumpen, want anders ben ik te zwaar. Morphatron is te snel voor wyverns. Laten we even testen nu we hier nog zijn met een wyvern. Oké. Yeah, nice. De wyvern die kan er nergens uit. We moeten nog een dakje en een gate. Ik ga dat even voor me gaan maken. En dan zijn we er zo weer. Want deze aflevering duurt weer inzeem veel te lang. En ik kan niet meer landen. Hij wil gewoon niet meer landen. Homie, kom op. Land. Hier. Nu. Land. Nu. Land. Oh my days. Oké, wauw. Unfollow. Dung Beetle. Jij gaat ook met ons mee. Wat hoor ik? Smartphone die art. B.O.B. is B.O.B. Oh, yeah. Er is insane veel gebeurd. Ik heb heel veel even off-camera gedaan, want het duurde allemaal lang. En we moeten hem ook nog testen. Ik heb hier een wind turbine. En omdat dit midden in de woestijn is, is hier altijd 100% wind. Dus, die wind turbine die doet het altijd. En die geeft hier power aan een keypad. Oh, yeah. Escort. Go. Oké. Hier, ik heb het bouwwerk af. Ik heb er natuurlijk even een dakje bovenop gebouwd. En ik heb een behemoth gate geplaatst. Die behemoth gate, die wil alleen maar op deze manier snappen. Ik denk dat die snapt aan de pillen of zoiets. Ik weet het niet, maar hij snapt alleen op deze manier. Ik vind het net niet mooi als het maar werkt, zeggen ze dan altijd. Helaas heb ik een paar ceilings te weinig. Maar al mijn resources die zijn op. Het is gewoon op, anders moet ik nog weer farmen. En de video duurt al lang. Maar het maken ervan duurt nog veel langer. Dus, hier gaan wij proberen een wyvern in te lokken. Die wyvern die kan daar niet door. Dan kunnen wij doorvliegen. Vliegen we hierheen. Landen we. Jumpen we eraf. Doen we activate open pins. Nee, deactivate close. 1, 2, 3, 4. Boom, go. Oh, yeah. Wat ongelooflijk vet. Nou, zouden wij met de keypad die gate wel weer open kunnen doen? Dat werkt. No problem. Alleen dan opent hij hem naar buiten toe. En als hij hem naar buiten toe opent, dan is er weer een kans dat een wyvern achter de deuren blijft hangen. Dus ik doe hem handmatig open. En dan gaat hij dus naar binnen toe open. En op de linkerdeur klikken is naar je toe. Op de rechterdeur klikken is van je af.
En dan is die open. Nu kunnen de Wyverns er makkelijk, in gevangen worden. En wat gaan wij doen? We gaan gewoon... Ik zit op escort over. Ik ben van het dak gevallen. Ik was dood. Toen heb ik escort maar meegenomen. Want holy damn. Met zo'n snelle Wyvern als Morphartan een dak bouwen is niet te doen. Er vlogen nog heel veel Wyverns los rond. Ik hoop eigenlijk dat daar nog iets van een low level poison bij zit. In theorie zouden we natuurlijk ook fire en lightning gewoon moeten kunnen doen. Dit zijn allemaal fires. Zouden wij gewoon moeten kunnen doen. Mijn slechte ervaring. En het verlies van Sabrina. Onze tweede Argy. En dan weer niet op camera. Daar baal ik best wel van. Als hij dan overlijdt, dan wil ik het in ieder geval op recording hebben. Is dat poison of is het... Oh, volgens mij is dat die Lightning Wyvern. Die Sabrina heeft gedood. Wauw. Hoe ver is die weg? Oké. Wild. Meal. Level 128. Kijk, ik weet niet. Volgens mij hebben de Wyverns hier allemaal een beetje brainworms. Want ze zitten allemaal echt heel ver buiten de kloof. Dat is een poison. Waar is die heen? Ze zijn ook zo verschrikkelijk snel. Zo snel. Het is gewoon niet leuk. Oh, dat was hem bijna. Wild meal. 132 levels dik. Ik denk dat we nog wel even moeten spieken naar eitjes. Misschien. Niet deze aflevering. Ik heb al genoeg Wyverns gehad. Ik heb al hard genoeg al met donder gehad van Wyverns. Ik ben eigenlijk ook nog wel weer een beetje huiverig. Oeh, daar liggen wel twee nesten. Vrij open. Gaan we niet doen. We gaan... Nee. Kletsie, gaan wij niet doen. Ik wil een low level vrouwtje Wyvern vinden. Low level zit er niet in. Wel hebben we hier een level 92 poison. Oké, we hebben ruzie. Kijk voorzichtig achterom. Oh yeah, met een level 92 female poison wyvern. Maar om eerlijk te zijn jongens, ik snap heel goed. Heel goed waarom al die wyverns zo hoog boven de kloof vliegen. Het zijn alleen maar mannen. Het zijn allemaal mannen en ook insane. Insane hoge levels. Oh my damn. Misschien gaan we iets te hard, maar ik durf ook niet zo heel erg af te remmen. Maar we moeten best nog wel weer een heel erg stuk. Oké, we gingen te hard. Het is duidelijk. Maar het is een poison wyvern. En... die hitte niet zo goed. Ik weet niet. Die hebben geen goede aim. Die, zoals jullie zien, daar vliegt ook nog een bal weer helemaal naar achter toe. Daarheen. You are overheating. Ik weet het. Maar hoe moeten wij anders? Die wyvern hier over de woestijn heen slepen. Dan zouden we dat s'nachts moeten doen. Maar dan kunnen de mensen het niet goed zien. Oh... Game, wat maak jij mij het leven soms moeilijk? We doen gewoon zo. Het hele gezeur weg. Ah, die heatstrook die neemt er wel weer toe. Kom op, Poison Wyvern. Volg me nou gewoon. Volg me alsjeblieft gewoon. Nee, oké. Damn it. Oké, hij maakt zijn rondje. Nou zou hij mij weer moeten zien. Ja, volgens mij zag hij mij daar weer. Ik moet wel mijn stamina in de gaten kunnen houden. Ik moet natuurlijk wel mijn stamina in de gaten houden. Heel veel stamina hebben wij niet meer over. We zijn er bijna. Het zou zo'n beetje in moeten renderen nu. Dus laten we hopen dat er niet te veel evil shit weer gespawnd is. Morphatron staat nog te dichtbij. Oh, goede voorbereiding, Kletsie. Goede voorbereiding. Oké, zit hij nog achter ons aan? Holy damn, dit gaat al fout. Oké, dat was mis. Gelukkig. Rustig maar. Dat was mis. Oké, zit nog achter ons aan. Vliegen wij hier langs? Vliegen wij hierheen? Oké, kom maar. Kom maar, Wyverntje. Zit hij erin? Oh, te vroeg geland. Never mind. Zit hij er nog in? Oh, we zitten nog in. Deactivate. Close pins. Close. Alsjeblieft, vertel me dat je gesloten bent. Oh, yeah. Wij hebben een Wyvern. Een vrouwtjes Wyvern. Kunnen vangen. In onze nieuwe pen. Oh yeah. Dus nou kunnen we haar Nokkie schieten. En als wij haar überhaupt Nokkie gaan krijgen zeg maar. Dan kunnen we haar melk farmen. Maar ik heb last van een heatstroke. Damn it. Oké, laten we gewoon. Pakken gewoon onze drinkdarts erbij. Hier moeten we oppassen. Want hier kunnen ze ons hitten. Nee, ik denk een poison niet. Een poison vast is zeker niet. Oh ja. Ga maar zo. Gaan wij. Voor de headshots zeg ik je. Oh.
Brainworms. Ik geef Brainworms de schuld. Dit kost ons insane veel meer darts als dat nodig is. Maar ik moet jullie laten zien dat dit werkt. Oh yeah. Oh yeah. Ga nokkie. En uiteindelijk heeft ze de strijd verloren. Ze is neer. Oh yeah. Oh oh oh. Hoe super super vet. Die torpo die gaat heel erg snel. Heel erg snel naar beneden. Dus ik moet even kijken of ik misschien Morphatron hiernaast kan parkeren. Want ik denk dat Morphatron toch nog een klein beetje meer damage doet als escort. Gauw. Morphatron. Heel gauw. Ik heb ook... Oh, we kunnen natuurlijk even naar statistieken kijken. Nee! Oh, oh wauw. Ik ben nou zelf dood. Holy damn. Gelukkig heb ik bellen staan. Bellen. Dat is de verkeerde. Waar ben ik dood gegaan? Oh, hier, Bannon. With a milk bed. Die moeten we hebben. Holy damn. Nou is ze denk ik wakker voordat ik er überhaupt weer ben. We moeten heel gauw heen rennen. Heel gauw heen rennen, zeg ik. We hebben onze spullen. Gauw een pijl erin. Gauw een pijl erin. Oké, okay, hoe ver is ze nog, Nokkie? Oh, bijna wakker. Gewoon bijna wakker. Holy damn. Maar hoeveel life heeft ze eigenlijk? Hoeveel life heeft ze? 5000. Holy damn. Ik ga haar dood maken, jongens. Ik ga dit wel oplossen en anders wacht ik wel totdat ze despawnt. Dat is natuurlijk ook geen enkel probleem. Gelukkig zijn deze pijlen bijna gratis, dus die gebruiken we totdat onze crossbow helemaal gebroken is. Dames en heren, ik hoop dat jullie het vet vonden, deze Wyvern Melker. Deze super gave Wyvern Melker beeld en natuurlijk super veilige plek daar met huisje, alles erop en eraan. En inmiddels dus ook met bedden en power en dus een gate die je automatisch kan sluiten, waardoor je... eigenlijk veilig bent voor de Wyverns die je probeert te melken. Helaas doodde ik mezelf met mijn eigen Wyvern. Ik was alweer vergeten dat een Wyvern toch ook echt wel damage doet op het moment dat je eraf stapt. Maar ik heb geen idee of ze doodgaat. Ik heb geen idee of ze doodgaat. Ik ruim deze rommel wel op. Volgens mij krijg ze wel damage. Oh ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Oké, dames en heren. Ik wil jullie super, super bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Het is een extreem lange aflevering geworden. Dat is helaas niet anders. Als jullie het leuk hebben gevonden en als jullie dit een gave Wyvern Melker vinden, doe dan even een duimpje omhoog als je op de hoogte wil blijven van alle andere dingen die of dat wij uitvreten in Ark en of andere games. En gaan er nog meer games komen? Oh yeah, zeker. Zeker weten. Komen er nog nieuwe games hier met de kerstdagen voor de deur. Dames en heren, bedankt voor het kijken en zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje ho!